Welkom bij juf Marit. Ik heb iets grappigs meegenomen. Moet je kijken. Het lijkt eigenlijk een beetje op een beeldhouwwerk van de Franse kunstenaar Jean de Buffet. Die maakte van die hele grote dingen. Sculpturen noem je dat. Moet je kijken. Een afbeelding van zo'n sculptuur. Je ziet dat hij heel veel werkt met zwarte lijnen op wit. Vind je het nou ook leuk om zoiets te maken? Dan heb je een paar dingen nodig. Allereerst wit dun karton. Het mag natuurlijk ook stevig papier zijn. Maar met wit dun karton gaat het denk ik het beste. Niet te dik karton, want dan kun je het weer niet uitknippen. Ook heb je nodig een zwarte stift en een schaar. Met de zwarte stift ga je vormen tekenen op het karton. Kijk, ik heb alvast wat voorbeelden gemaakt. In die vormen, die trouwens nergens op hoeven te lijken, ga je weer vormen tekenen. Vormen en lijnen. Ook daar heb ik een voorbeeldje van gemaakt. Kijk, dan wordt het ongeveer zo. Als je dat hebt gedaan, dan ga je ze uitknippen. Buiten de lijn, buiten de zwarte lijn. Heb ik ook alvast voor je gedaan. Kijk, hier heb ik twee van die vormen. Ik heb ze uitgeknipt. En dan draai je ze om en dan ga je aan de achterkant ook lijnen en vormen tekenen. Daarna pak je je schaar. En dan ga je in de vorm een knip zetten. Een knip van ongeveer 2 centimeter. Hier heb ik dat gedaan. En in deze ook al. Die knippen die zet je kruislings op elkaar. En je schuift ze als het ware in elkaar. En de truc is om hem goed door te schuiven. Dan staat hij stevig en dan klapt hij niet dubbel. En zo bouw je eigenlijk je hele eigen beeldhouwwerk op. We kunnen hem zelfs aan deze maken. Dan moet ik even nog een knip geven. Even kijken waar we hem zullen doen. Bijvoorbeeld hier. En ik maak hier weer een knip. Even kijken. Het wordt wel wat, hè? Je kunt hem dus zo groot maken als je zelf wil. En ik denk dat je nu wel wil gaan beginnen. Ik zou zeggen, veel succes. Zet hem op.